Mijn naam is Wim. Mijn vrouw en ik hebben 1,5 jaar geleden deze woning kunnen kopen. En sindsdien hebben we met heel veel plezier aan de woning gewerkt. We zijn allebei architect. En we hebben goed nagedacht over hoe we de woning wilden aanpakken. De woning is van de architect Dudok. In de archieven waren heel veel oude tekeningen van Dudok te vinden. En aan de hand van die tekeningen hebben wij een uitgebreid 3D-model gemaakt. Wat ons kon helpen om goede beslissingen te nemen op alle facetten van de verbouwing. Waardoor de woning wat ons betreft weer bestand is voor de komende 100 jaar. Toen we de woning gekocht hadden en toen we goed en wel konden beginnen met de verbouwing, hebben we eerst de laatste lagen van de laatste huurders moeten weghalen. En wat we toen aantroffen was eigenlijk een enorme puinzooi. We konden gewoon letterlijk door de kieren van de planken naar buiten kijken. En we voelden ook als het buiten waaide, voelden we gewoon de wind naar binnen komen. We hebben de laatste laagjes in de tuin gelegd, maar die laag is gegroeid en gegroeid. En uiteindelijk lag de hele tuin tot ongeveer een meter hoogte vol met alle stukjes behang, stukjes gipsplaat en alles wat in de loop van 100 jaar is toegevoegd aan de woning. We moesten de woning opnieuw gaan isoleren. We hebben al snel besloten om te kiezen voor natuurlijke materialen zoals wol, hennep en zelfs gemalen, gerecyclede kleding. De bovenverdieping was toch wel een redelijke puzzel. De oorspronkelijke woning had bijvoorbeeld geen badkamer. Door goed te kijken naar het 3D-model kwamen we erachter dat we door het verplaatsen van eigenlijk één wand we in één keer een babykamer konden maken, een fatsoenlijke oude slaapkamer, een badkamer en zelfs nog een apart toilet op de verdieping. En dat was eigenlijk voor een woning van 100 jaar oud uniek. De inrichting is natuurlijk heel persoonlijk, maar we vonden het wel heel leuk om bij het kiezen van de afwerking toch zoveel mogelijk de gedachtegoed van de architect Dudok te blijven volgen. De deurgrepen, het raamslag, de raamuitzettertjes. Het viel allemaal op zijn plek. Het leek alsof het gat al zo gemaakt was dat het niet op een andere manier kon zoals dat wij het voor ogen hadden. De laatste 1,5 jaar hebben we zo ontzettend veel geleerd tijdens de verbouwing. En we hebben zoveel oplossingen bedacht. Het zou zonde zijn als dat verloren zou gaan. Dus als mensen in de omgeving zelf ook enthousiast geworden zijn, dan lijkt het me een heel goed idee om eens samen met elkaar in contact te komen.